Yo, what's up beste kijkers van mijn kanaal. Van harte welkom bij God of War aflevering 20. We zijn geëindigd in deze berg. En ik heb het nu door het lekkere weer eigenlijk van de periode van opnames ietsje minder gespeeld. Maar dat maakt me nu weer extra hyped om er weer in te duiken. Ik heb het net eventjes kort gewoon allemaal bekeken hoeveel knopcombinaties er eigenlijk nu al mogelijk zijn. Met de skill tree. Nou, laten we even kijken. Zover. Dus de Leviathan bijl heeft dit tot nu toe. Het wachterschild heeft dit tot nu toe. En de klauwboog heeft dit tot nu toe. En dan zal ik jullie dus even kort laten zien wat er allemaal mogelijk is. Want dit is toch wel iets belangrijks. Ik was namelijk eigenlijk gewoon aan het oefenen buiten de opname om die knopcombinaties weer door te krijgen. Maar tijdens combat heb je dus gewoon de keuze om één keer normaal te slaan. Je kan 1, 2, 3, heavy. Dan doet hij zo'n move. Je kan een normale heavy doen. Of je houdt hem vast. Dan heb je dus ook nog de moves waarbij je R1 vasthoudt. Je kan dat dus afwisselen door deze gameplay. En dan meteen over te gaan in die bijvoorbeeld. Zit erin. Je kan dodgen met kruisje, dat klopt. Zoals elke andere RPG, Horizon, The Witcher-stijl. Maar als je dus dodgt en je bijl gooit, dan doet hij dit. Een soort boomerang-effect. Doe je het naar voren, doet hij dit. Ook weer een andere soort move dan normaal, right? En dan heb je dus ook nog je runes. Dat doe je met L1. En dan heb je ook nog je heavy rune. What the fuck, joh. En dan heb je dus ook nog ongewapende combat waar je normaal kan slaan. Schoppen. Deze move. Heel erg hard ingedrukt houden. Dat is R2 ingedrukt houden. R1 ingedrukt houden. Doet ook weer een move. Maar hierbij kan je ook die dodge effecten doen. Dodge naar voren terwijl je slaat doet dit. Bam, extra harde stoot. Dodge naar voren met R2, doe dit. Kijken. Bell move. Dus jongens, er is zo fucking veel mogelijk. En dan vergeet ik nog te benadrukken dat ik nog natuurlijk een talisman heb. Die me extra razernij geeft. En dan heb je dus ook nog je razernij. Plus je hebt de gameplay van Atreus. Normale boogschoten. Vierkantje ingedrukt houden. Dus wat de hel? Hoe dan? Ja, super vet. En dit wil ik gewoon eventjes benadrukken. Gewoon even laten zien hoeveel er al mogelijk is terwijl je nog niet eens fully upgraded bent. Ik denk dat we deze lift moeten laten werken. We zijn namelijk hier, hè. Hier was het vuur. De vorige aflevering geëindigd. En we zijn nog steeds bezig om naar het topje van de berg te komen. Om daar het as van moeder te verspreiden. Dus ik denk dat we deze stenen moeten tillen, duwen, zoiets. Maar nog niet ver genoeg, toch? Are we still too heavy? All right, we're moving again. Hey, when we get to the summit, how far do you think we'll be able to see? The lake? The world serpent? Our house? We will see when we get there. Until then, eyes open. Pak die er maar vast bij, want ik Whoa! Atreus! I'm fine. Just lost my balance for a moment. You know, for someone so strong, you sure worry a lot. It serves me well, and how I keep us alive. I guess. Not a terribly fun way to live, though. Zit wat in wat hij zegt. Val er gewoon af, man. Oh,
pak die held. Lekker man. Ik sta nog steeds in de fik ook. Doeg. Oh wow. Ja, dit is natuurlijk best wel kut. De drone nog niet eens op me door dat deze lift nu vast zit. Can you get it free? Oh shit, het is nog gelukt ook. How much farther do we have to go? I do not know. Think we'll get attacked again? Definitely. Oh boy. Yes. Now be ready. Oh, dat is toch wat sneller dan verwacht. Doeg. Gas vliegen. Dat kan ik ook hoor. Verdorie. Dat was zonde. Beetje held. Stuck again. I know. Continu waves van enemies. En ja, de combat, als je het gewoon weer lekker door hebt, werkt fantastisch. Als je weer een beetje aan het wennen bent, dan moet je toch wel snel handelen. Het is echt moeilijk, man. Is over? For now. But we will have much to do. You were right earlier on the boat after cutting down the last tree. You said it felt like something had changed. And it has. And our home is no longer safe. But it will be again. And we must continue your training. Okay.
nothing's gonna stop us. Calm yourself, boy, and stay behind me. Yes, sir! What the fuck? Nothing's gonna stop us now? What was it, Joe? Holy fuck, zou dit het moment zijn dat we die nieuwe rode kracht gaan leren? Hold. Whoa, what was that? Nou, wat was dat? Geen antwoord? Geen antwoord van papa Kratos. Nee, zoals jullie wellicht wel hebben gezien, heb ik mijn HUD een beetje aangepast. En wil ik dat denk ik ook een beetje gaan doen voor deze dingen. Scherminfo. Scherminfo gevechten aanraken. Wat er dan simpelweg gebeurt als ik niks doe, dan zie je dat de gehele HUD verdwijnt. En des te meer kans heb je om van de omgevingen en de gebieden te genieten. En als je dan daadwerkelijk info wil weten, zo van wanneer heb ik mijn held, wanneer heb ik mijn razernij, wanneer heb ik mijn runes. Dan kun je gewoon één keer je touchpad aanraken en dan dan kun je dat fixen. Maar what the fuck, deze draak had ik zo niet zien aankomen. Op het moment dat Atreus zegt... Nou, nu kan niks ons meer tegenhouden. Krijgen we dit, joh. Het is trouwens wel echt heel erg donker hier. That looks like a root of the Yggdrasil tree. Verbrijzelkristallen. We gaan het nu echt eindelijk leren. Je kunt wereldboomsapobstakels vernietigen door verbrijzelkristallen te combineren met elektrische energie. Is dat het sap? Crystallized sap. And there is power inside. Zo. Incredible. Maar echt, maar ik had dit soort dingen nooit zien staan bij de daadwerkelijke plekken waar alles wordt afgeschermd door die rode sap en shit. Nou goed, zo wel. I can't believe we fought a dragon. I was aiming for his eyes, but I kept losing my footing. Do you think this is their home? Did they move in after the giants left? Or are they why the giants left? Boy. The air grows thin here. No more questions. Breathe. Oh, yes. I see. Wow, ik zag er in de achtergrond wat rennen. Do you hear that? Sounds like someone's screaming. Papa Kratos geeft geen fuck. Atreus maakt zich weer druk. Kratos niet. Wait, boy. It's Sindri. Can you kill something that big? If we can catch it off balance. I can distract him. What are you doing? We have to help him. Break right. Find an angle. Wait for my mark. Thank you. Hey, Oakley! Holy shit. Over here!
Kijk, het Shrey is nou gaan. Hij is de afleiding, maar kijk hoe weinig held ik heb. Check links onderin. Jongens, hij vliegt door de lucht heen nu, hè? Gaan we iets geks doen? Oh nee. Ouch. Maar net goed hoor. On my mark. I don't know how this thing works. I do not care. Be ready. Oh, it's telkens als ik held wil pakken, jongen.
loop me gewoon uit te lokken. Kijk maar, ik moet zijn poot pakken. Hij lokt me continu uit. Dat doet gewoon niks, hè? Ja. What the fuck, guys? Tering. Wow, we actually did it. And you? But nobody's killed a dragon for hundreds of years. Not since the grand culling of the worms. And unless I'm mistaken, you did all that for me. You are mistaken. The dragon was simply in our path, nothing more. You deny it all you want, but you saved me. And that deserves compensation. What are these? Braided mistletoe arrows. Straighter than Heimdall and perfectly weighted. Thanks? Oh. Okay. Hold on. Not that. Have you seen my brother again? Yeah. He said you lost your talent. Oh, and that I'm selfish. No, I'm sure. That I value a weapon's look. No, over its purpose. That I'm pretentious. No, and uptight. Fussy. I know what he thinks, but he can't hurt me any- Ah! Burn that. I do not have time for this. No. Wait. I have a better idea. What? I just need a tooth from that dragon. Oh, ik moet het ook gewoon echt doen in gameplay. Drakendoder. Dit was echt insane, ouwe. Watch where you grab that. Never mind. So unclean. So unclean. Oh, the smell. Perfect. That should do. Drakentraan en drakentand. 2000 XP erbij, waardoor ik gewoon enorm vet kan upgraden zometeen. Yeah, I am not touching that. Just hold it out. Now, run that along the string of your son's bow. Just humor me. Atreus, your bow. Two passes should do it. Ah, gently, now.
schokpijlen. Je hebt schokpijlen gevonden. Schiet ze af op verbrijzelkristallen om wereldboomsappen in de buurt te vernietigen. Hehe. Nu weet ik dus eindelijk hoe ik voorbij die momenten kom. Die momenten waar ik al vaak genoeg heb vastgezeten. I've added a new vibrating pattern. Oh, I see. Figured it out on your own then. Just, never mind. I wasn't just explaining the beautiful and complex artistry of my craft or anything. No, just anything to help you. Yep. Ah, je kan van pijltype wisselen. Wat mooi, man. Kijk, bij hem continu zijn bogie veranderen. Oh man, wat een fantastisch spelletje zeg. Er ligt hier gewoon echt een enorme draak. En weet je hoe dom? Maar dat heb ik altijd in games. Dat hoe boos en kut deze draak ook was, de manier hoe die doodging vond ik nog zielig ook. Het komt gewoon omdat het toch een beest blijft. En ik haat het gewoon om beesten te doden. Maar deze moest wel dood. Levensgevaarlijke draak natuurlijk. En de wijze waarop ook. En hoe die dan zo episch nog neerviel. En dat Kratos hier precies in die kaak staat zo. Ja, dat is toch echt perfect, man. Want daar naar binnen is een slokdarm. Ja, echt een heel bijzondere game. En wie had dit ooit verwacht of zien aankomen toen God of War uitkwam? Ik niet, hoor. Dat het zoiets bijzonders zou zijn, dit avontuur. In ieder geval, we gaan even kijken wat ik kan upgraden. En ik hoop... dat de Leviathan Bell. Ja, het kan dus. Bevroren vlam. Nog beter, nog mooier is hij. Tell him to temper his steel longer. He's warping the bit work. Nieuwe vaardigheden zijn beschikbaar en dan moest ik dus ook de klauwboog upgraden. Nou, heel tof. What shall it be? En ik wilde overgaan op een compleet nieuwe gear set. Dus ik moet eigenlijk even kijken. Er zijn namelijk heel veel verschillende nieuwe dingen die ik heb vrijgespeeld. Allemaal al op niveau 3 zie je. En ik loop nog met een hele oude eigenlijk. Zo, na echt een dikke vette knip in mijn bestand. Heb ik voor deze auto nog even compleet geüpgrade. Dus heb ik nieuwe armbeschermers, nieuwe heupbeschermers en nieuwe polsbeschermers. En is de bijl nog meer geüpgrade. Ziet het er inmiddels zo uit. Hebben we verschillende movesets. Bam. Kijk, dit is gewoon de nieuwe moveset die ik heb vrijgespeeld met de Leviathan bijl. Dus je slaat één keer. Dan wacht je tot hij een andere houding aanneemt. En dan druk je nog een keer op R1. Dus het is niet doorslaan, zeg maar. Dit is doorslaan. Nee, je doet slaan. Even wachten, andere houding. Ziek, hè? Dus dat zit er nu ook in, man. Het geldt hetzelfde voor naar de andere kant, zoals je ziet. En daarbij heb ik eindelijk... Bam, fucking sick. Heb ik eindelijk het heuppanzer van de oude. Zie je? Met steen eromheen. Geeft resistentie tegen vorst, tegen vuurschade, dat soort dingen. Ik had alleen nog niet genoeg om hem ook daadwerkelijk te upgraden. Maar dit is dus het begin van een supersterk panzer. Ik ga hartstikke bedanken voor het kijken naar deze aflevering waarin we verdorie een draak hebben verslagen. En dan zie ik jullie zo snel mogelijk weer terug in de volgende aflevering. Thanks voor het kijken, thanks voor de support en tot de volgende.